top 6. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123 Inkt. We hebben veel meer dan u denkt. 123inkt.nl. En door Amsterdam de Staal Outlets. Goedenavond, dit is Shownieuws met vandaag. De immens populaire serie Gooise Vrouwen komt terug. 14 jaar na het laatste seizoen over de vier rijke vriendinnen is de tijd eindelijk rijp voor een vervolg. André Hazes draait warm voor zijn Ahoy-concert aankomende zaterdag voor een handjevol fans en zijn eigen Monique in Zoetermeer. Dat warm draaien had een collega-zanger beter ook kunnen doen. Zijn fans blijven verbijsterd achter naar de valse noten tijdens een tournee. En Lucky Knol, Tony Neef en Barry Stevens maken een show vol nostalgie en jeugdhelden. Volgens Tony waren sommige dingen vroeger echt beter. Zoveel mensen die prachtige liedjes hebben geschreven. Maar die hoor je nooit meer op de radio. Ja, we gaan het zo hebben over Gooise Vrouwen. Maar eerst even, ja, ik heb jou zo lang niet gezien. Nou, wat een lol. We hadden gisteravond, hè, zullen we het vertellen? Ja, we hebben gisteravond de kerstpromo opgenomen. Ach, nou, daar is het de tijd voor natuurlijk. En kosten nog kijkers worden gespaard. Enorm wordt eruit gepakt. En wij zaten samen in een auto met Ronald opgevouwen achterin. Ja. En wel plezier gehad, hoor. En je ziet mij van een heel andere kant lachend. Kijk, dit was dan waar we ingingen in die auto. Ronald bleek hartstikke groot, hè, uiteindelijk. Die is hartstikke groot, die moest achterin. Was niet voor en dan had je mij weer niet gezien. Dus dan ga je door Hilversum, maar echt zoals de James Corden dat doet. Op de auto niet zelf rijden, want dat had je niet gekund tijdens het spelen van zo'n karakterrol. En dan word je dus door Hilversum gereden, achter op zo'n auto met schijnwerpers erop en een camera. Nep sneeuw. Ja. We klappen nu alles. Maar vanaf 6 december zijn die sportjes te zien. Alle SBS-gezichten die zitten erin. En wij dus ook. Jij ook? Nee. De kijker blijft nog wel iets besparen. Ja. Dus we hebben nog een heel klein stukje waar we naar kunnen kijken. Het zal wel leuk zijn. Even de laatste aanwijzingen. Oh, Ronald, dan ben jij gigantisch. Ja, Ronald, ben je toch groot? Groot ben je. Anders gaan zitten. Nee, dat is niet het. Je kan je ook niet zitten met die TL-buis in je mik. Wat zijn ze aan het uitlichten daar zo laag? Geen idee. Er wordt heel veel werk aan besteed. Ah, je vriendje heb je meegenomen. Wat leuk, Ronald. Dat we Ro in dat vest gekregen hebben, is toch ongelooflijk eigenlijk? Is echt alles voor een gezellige kerst. Dat je met de auto gekregen hebt. Ook dat, ja. Dus ik leer jou met kerst van een andere kant kennen. Totaal. Ben benieuwd, we gaan wel kijken dan, hè? Dan over naar groot Goois nieuws. Ja, gisteren leek het erop dat de opname al begonnen waren. Dus maar ja, Gooise Vrouwen komt terug. Talpa heeft dat vandaag bekendgemaakt. Linda de Mol zegt er ook wat over. Dat ze zich er ontzettend op verheugt. En eigenlijk op het idee kwam door de remake van een andere serie van Sex in the City. Daar begon het weer te kriebelen. Want ja, Gooise Vrouwen, wat was dat verschrikkelijk leuk. 4 seizoenen, 2 speelfilms, 14 jaar geleden de laatste. En het is wel een goed idee volgens mij om te kijken hoe het nu met die vrouwen is. Eén probleempje is wel dat ze in de tweede film al een heel end ouder zijn. Ik denk dat we dat moeten vergeten, dat ze gewoon de draad oppakken bij nu en hoe het met iedereen gegaan is. En iedereen doet weer mee. Tjitske Rijnga, iedereen is van de partij. En was meteen enthousiast voor het idee om nieuw leven te gaan inblazen. Dus Dr. Rossi zullen we terugzien. Ja, Martin Morero kan ik me erg op verheugen. En de vrouwen zijn echt vriendinnen geworden en gebleven. Ze hebben heel veel meegemaakt. Zowel de nodige drama's met Linda zelf natuurlijk. Ja. En het is een goed idee, denk ik. Want het begrip Gooise Vrouwen, daar krijgt iedereen wel weer zin in. Klein stukje kijken naar de meest iconische momenten. Koertipi, wat is